heel goed voor de partijen. En de eerste partijen die zien zien dat dat als uitslag heeft in de wat er gaat gebeuren. In 2009 hadden wij ook een zaal die zo vol zat met heel. Geen tijd ben ik een van de uren mogen worden. Ik zal dat nooit vergeten en ik zal in ruil doen. Vlaanderen onder voor bij kan plaatsen voor de begroting. Schaamteloos. Vlaanderen, dat volgend jaar al terug een begroting in evenwicht zal hebben. En ik kan u zeggen, beste vrienden, makkelijk is dat niet. Er moeten beslissingen genomen worden, onpopulaire beslissingen genomen worden, maar we doen dat in die Vlaamse regering. De sociale zekerheid kost te veel en dood werkgelegenheid. De sociale zekerheid beschermt het inkomen in veel van de mensen. Er moet dringend meer geld en vers geld voor de sociale bescherming gevonden worden. De sociale zekerheid is ziek, erg ziek. Beste vrienden, deze goedkope kreten kan je deze dagen veelvuldig horen. Goedkoop zijn ook de door sommige partijen aangereikte remedies. Elke pensioneer die 200 euro meer, roepen de ene. Snijden waar je maar snijden kan, krijgen de anderen. Goedkoop getier, maar de rekening van dit alles zou wel eens sociaal en economisch echt zwaar kunnen zijn. Kort moet de groeigang in de gezondheidszorg blijven zoals het is. Hij erkent daardoor dat hij voor de verkeerde partij koos. De BS is de enige partij die mordicus aan de 4,5% groeigang vasthoudt. Ik hoop niet dat weer moet verontschuldigen, want u heeft gezien 4,5% getrouwd, die blijkbaar geen kind, ik wist dat trouwens niet, maar dat is wel een goede maatschappij van de rest om dat te weten. Maar Vina,
Volgens verschillende peilingen is hij de populairste politicus van Vlaanderen. Vlaming beoordeelt hem als rechtuit, intelligent. Yes, we can. Thank you.